Ook dit jaar wil ik u graag even weer toespreken om met elkaar even terug te kijken naar het afgelopen jaar en een klein vooruitblikje naar het volgende jaar. Laten we beginnen met corona. Daar kunnen we gewoon niet omheen. En laat ik dan ook meteen maar even stilstaan bij al die mensen die ziek zijn geweest of nog erger. Ik wil iedereen vanaf deze plek daar heel veel sterkte bij wensen. Niet alleen de mensen die ziek zijn geweest of ziek zijn, maar ook de mensen om hun heen. Namens mij, namens het college, heel veel sterkte toegewenst de komende tijd. Ook wil ik even stilstaan bij al die ondernemers die soms zelfs voor de tweede keer hun deuren hebben moeten sluiten. Met heel veel creativiteit proberen deze crisis te boven te komen. Ook namens weer mij en het college, ook u heel veel sterkte. En ik hoop ook echt voor u dat 2021 een ander jaar wordt. Verder hebben we als college, als gemeenteraad van Pekela, een hele trieste periode meegemaakt afgelopen jaar. Na een langdurige ziekbed van Henk Buzeman is helaas Henk vlak voor de kerst overleden. Dat heeft ons geraakt. Aan de andere kant heeft ons ook geraakt hoeveel steunbetuigingen daarvoor kwamen vanuit de samenleving. En we zullen Henk altijd herinneren als die warme en oprechte wethouder die we hadden. Was het dan alleen maar kommer en kwel voor 2020? Nee, absoluut niet. De gemeenteraad heeft vol overtuiging in het voorjaar besloten om te gaan voor zelfstandigheid en de discussie over herindeling en samenwerking achter zich te laten. Op het moment dat we daar over nadachten hoe we dat vorm zouden gaan geven, besloot helaas Veendam om de samenwerking tussen onze beide organisaties op te zeggen. Dat heeft geleid tot heel veel discussie en heel veel praten, maar uiteindelijk is vlak voor de feestdagen besloten om een einde te maken aan de compagnie en ook voor Pekela een eigen zelfstandige organisatie te gaan bouwen. En dat betekent dat vanaf 1 januari een heleboel taken weer door Pekela zelf zullen worden uitgevoerd. Gaat u daar wat van merken? Nou, niet direct. U blijft welkom om uw paspoort of rijbewijs te komen verlengen. We blijven het gras maaien. Heeft u een sociale vraag, dan kunt u bij ons terecht. Maar dat betekent wel dat we met elkaar af en toe even gezamenlijk de schouders eronder zullen moeten zetten om dat ook voor elkaar te krijgen. Dan naar 2021. Ja, daar is niet meteen heel veel positiefs te melden. Want het virus zal ook begin 2021 zeker nog er zijn. En dat betekent dat we met elkaar de schouders eronder zullen moeten zetten. Dat we om ons heen moeten kijken. Dat we af en toe onze buren of mensen die we kennen een steuntje in de rug moeten geven om met elkaar dat virus onder controle te krijgen. We zullen hopelijk blijven kopen bij die ondernemers die weliswaar gesloten zijn, maar waar we via een bestelling nog terecht kunnen. Koop lokaal, zou ik zeggen. Dat betekent dat 2021 een bijzonder jaar zal worden. Een eigen gemeente, met een eigen organisatie. Corona, wat ons nog heel veel parten zal spelen. En dat betekent dus ook dat 2021 best onduidelijk is hoe het jaar er zal gaan uitzien. Maar toch wil ik even met u ook iets positiefs doen. Want de komende dagen staat iedereen weer in de keuken om oliebollen te bakken, de hapjes klaar te maken voor een bijzonder oud en nieuw. Een oud en nieuw zonder vuurwerk, een oud en nieuw in kleine kring. En toch wil ik u, ook namens mij, alvast heel veel heil en zegen voor 2021 wensen. En maak van het oud en nieuw feest een mooi klein feestje in besloten van uw gezin. Dank u wel en we zien elkaar hopelijk in goede gezondheid in 2021 terug.